brute pech. Het is iets wat ons allemaal kan overkomen. En soms ook in die mate dat je op het einde van de maand niet meer weet of je de rekeningen nog gaat betaald krijgen. En soms zelfs in die mate dat je niet weet of dat je volgende maand wel nog een dak boven het hoofd gaat hebben. Als je dat overkomt, dan kan je in een warm Vlaanderen beroep doen op een sociale woning. Waarbij je een woning huurt aan een laag huurtarief. En je kan daarvoor terecht bij een sociale huisvestingsmaatschappij of bij een sociaal verhuurkantoor. Maar om zo'n systeem overeind te houden, moet het rechtvaardig zijn. Degene die betaalt voor dat systeem, moet ook zien dat wat hij betaalt terechtkomt bij degene die er nood aan heeft en die er recht op heeft. En dat is jammer genoeg niet altijd het geval vandaag. Niet iedereen die gebruik maakt van een sociale woning, erkent of geeft toe dat hij in het binnen- of het buitenland ook een woning of bouwgrond een onroerend goed ter beschikking heeft. En ik heb het dan niet over een krot of over een woning die vernield is door een bombardement. Nee, ik heb het over een bewoonbaar huis in het buitenland. Maar dat gaat dus altijd ten koste van iemand anders die wel nood heeft aan die woning en die daar wel recht op heeft. In het binnenland is dat gemakkelijk te controleren. Daarvoor hebben we een kadaster. Maar voor een eigendom in het buitenland is dat heel wat moeilijker. Daarvoor moeten we beroep doen op private onderzoeksbureaus. En die gaan door middel van hun kennis van de lokale juridische situatie op zoek naar een antwoord op de vraag of iemand daar een eigendom heeft. Het begint altijd met een vermoeden. Er is een vermoeden dat een sociale huurder een eigendom heeft in het buitenland. Dan start men een eerste vooronderzoek. Dan gaat men effectief nagaan of dat klopt. Dus men gaat ter plaatse gaan kijken of iemand daar een woning heeft. En in het derde deel van het onderzoek gaan we gaan kijken om een juridisch dossier samen te stellen dat dat ook juridisch afdwingbaar is voor een Vlaamse rechter. Het is belangrijk dat we elke fraudeur kunnen aanpakken, dat elke sociale verhuurder gebruik maakt van dit systeem. Dus hebben wij ervoor gezorgd dat elke sociale verhuurder in Vlaanderen een dergelijk onderzoek kan instellen. En we geven die daarvoor de nodige financiële ondersteuning. En dat winnen we twee keer. Want niet alleen komt er dan een woning vrij voor iemand die er wel nood aan heeft en wel recht op heeft, maar we gaan ook de sociale toeslagen die men de voorbije jaren gekregen heeft terugvorderen, zodanig dat die opnieuw kunnen geïnvesteerd worden in die sociale woningen. Er is geen enkele reden waarom een Vlaamse sociale verhuurder geen beroep zou doen op dit systeem. Fraudeurs moeten er van tussen, omdat we die woningen nodig hebben voor die mensen die er wel nood en recht op hebben. Kortom, fraudeurs denken maar beter twee keer na voor ze ons proberen te bedotten. Want wie een eigendom heeft in het binnen- of in het buitenland, heeft geen recht op een sociale woning in Vlaanderen. Just is just.